Zo, die ligt voor knock-out. Die ligt voor knock-out. En dan ligt haar zus waarschijnlijk in de keuken. Ja, die ligt dus in de keuken. Kijk. Nou, toen zei Ro nog wat, net. Wie? Ga er mee? Ga je Poppy doen? Oh, nu wel. Nee? Ik heb blijven slapen. Ga maar lekker slapen, meisje. Je bent moe, hè? Hi, ben je moe, meisje? Ze is niet te houden. Dat is in één keer even op en springen naar je kankerpoeder hebben. Dan ga maar lekker slaapje doen. Nee, slaapje doen. Lekker op de bank weer. Ja. Op de bank. B-A-N-K. Bank. Doe maar. 1, 2. 1, 2. Oeh, en die is morgenochtend gesloopt. Dat weet ik nu al. Die is morgenochtend kadoek. Nee hoor. Die mag je slopen. Ja, wel een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe rare vlog. Ja, en wij vloggen heel weinig, maar oké, dat maakt niet uit. Mijn naam is Karen Staalman van de Werf. Mijn man is Roderick Staalman van de Werf. Zo af en toe vloggen wij random wanneer wij eigenlijk zin hebben en kunnen. Het is nu 8:15 in de ochtend. Ja. Samen met onze 3 honden, 2 katten en 2 cavia's. En vandaag is het een hele speciale dag voor ons. Want ik heb al mijn slaapkamer ontruimd. Dat krijgen jullie zo te zien. Maar waarom? Dat krijg je ook zo meteen even te horen. Nou, hoe gaat die? Hé, die bal is trouwens nog heel. Hey, dat is hilarisch. Hé, hey, was jij er ook? Oh, is die bal nog heel? Kom dan. Los. Los, kijk eens. 1, 2. Wat doet ze nou, hè? Ja. Jij bent lief, jij bent lief. Wat ga je doen? Ja. Nou, ik heb sowieso al mijn bed afgehaald. Ik heb dit afgehaald. Dat is Speedy. Dat is Draki. Lady ligt op het balkon. Let niet op de rommel. Dat wordt dan alweer morgen weer opgeruimd. Onze vrouw lekker thuis. Hi Lady. Hi. Kwispel. Ja, die ligt lekker op het voorbalkon. Vindt ze heerlijk. Ja, waarom niet? Nou, ik zal het. Dit is de keuken. Daar is ik al net niet op berommeld. Die moet ik ook allemaal weer even gaan horen. Herorganiseren. Dus ook allemaal troepjes. Dit hebben we allemaal laatst uitgezocht. Moet nog een keertje uitgezocht worden. Maar de kerst op de taart. Dat is heel leuk. Dit is nu even de rommelkamer / logeerkamer. Let even niet op de troep, want die ga ik hier niet redden op dit moment. Gewoon niet, want ik heb hier ook kasten. Ik heb al met Ro over gehad, misschien een andere kast. Kleinere. Want die jongens die staan hier ook. Dus ja. Maar waarom? Ja. Hi. Kijk, de slaapkamer is leeg. Die nachtkastje moet er nog even uit. Die kastje moet er nog even uit. Want daar heeft Beauty aan lopen knagen. Vond ze leuk. Vanmiddag, als ik weer thuis ben, ga ik samen met Roderick alles schoonmaken. Plintjes, radiator, raam goed schoonmaken. Nou, dat zien we zo meteen niet meer. Dus dat kan ik wel gaan verven, maar dat heeft geen nut. Nou, dat is nog oud. Had ik geen zin meer in. Zo was de kleur van mijn muur, overigens. Dat ga ik nog eens een keertje wit verven. Kijk maar hoe vies het is. Eel, zou Roos zeggen. Ja, nou, daar staat meneer een andere leuke dingetjes. Kijk, dat ben ik. Hoi. Nou, mijn externe oplader, huistelefoon, horloge, armbandje. Nou, hier ben ik zo blij mee, hè. Ja.
nog steeds. En waar ik ook blij mee ben, dat is met deze. Ook nog steeds. Ja. Nee. Ja. Want. Ja. Waarom draak hij? Waarom is die leeg? Raar, hè? Dat die leeg is, hè, meisje? Ja. Ja, nou, waarom het hier dus leeg is? Wij hebben een nieuw bed besteld. Ja. En dat komt vanavond. Want vanavond word ik ook opgehaald. Ik zal ook met diegene even overleggen van, joh, ik ga wel vloggen, maar ik ga jou er niet op zetten. Want ik weet dat ze dat niet willen. Dus ja. Ik word vanavond opgehaald en met de auto. En dan met de auto naar de winkel ophalen. Met de auto hier naartoe. Ik heb alweer hulp geregeld van mijn begeleidster. Die blijft wel gewoon op 1,5 meter, want ja, mijn bed is 2 meter. Dus, dus die gaat mooi ook even helpen met tillen. Ja. Dus ben ik heel blij mee. Ja. Dus nee, maar wat voor bed laat ik jullie nog weten en ook zien. Ik heb ook sowieso een voorfoto gemaakt. En ik laat ook een nafoto zien hoe het eruit ziet. En nou ja, jullie, als jullie me kennen, weten jullie ongeveer wat het bed was. Dus anders kijk ik nog even terug in de vorige vlogs van ons. Dus dat komt het wel goed. Nou, ik ga nog even deze kastje wegbrengen naar de andere kamer hiernaast. Ik ga dat kastje nog even doen. Misschien nog wat troepjes nog even ook daar naartoe eventjes leeg. Dat ik vanavond gewoon lekker alles kan soppen, lekker schoon kan maken. Heerlijk. De hondjes moeten er zo nog even uit. Dus ja. En ja, mensen, ik ben weer bezig met lang haar. Dus jullie kunnen zien. En wat ik zo ook zo leuk vind. Ik vind dat het op is gewoon als dit. Lekker aan de zijkant. Ka. Ja, en dat is ook aan deze kant. Idem dito zo. Kijk. Ja. Dus, Lofliede heeft zoiets van, hé, ik ga even snuffelen. Hé, was toch niet lekker? Troepjes opeten van de grond. Hé, kom eens hier. Hé, meisje. Hé. Ik ben lief, is dat? Ja, dus, en? Kom dan. Kom eens hier, kijk, buiten. Hé, meisje. Nee, blijf staan dan. Misschien moet je even naar buiten kijken. Het is mooi. Naar buiten kijken. Het is mooi. Ja, nou, ik ga even bezig en jullie checken later. Ja, en dan was dat in één keer leeg. Ja, hier komt het soort ander bed te staan. Ik zou niet zeggen dat hier een bed past. Maar dat past. Ja, die komt gewoon weer met hoofdeind daar. Hoofdeind. Wat denk ik wel? Kijk, en dan kom dan. Spiro. Kom dan. Spiri, kom. Maar ik was wat even aan het vertellen met en tegen de kijkers. Ja. Nee, maar zoals jullie weten, past hier dus een bed in. Maar het nieuwe bed, hé, is dus 180 bij 2. Die is 20 centimeter breder. Ja. Yeah. En hij is al 2. Alleen er zit nou een hoofdbord bij. Dus hij is iets, ja, nou niet langer, maar het is hier nou, kom dan, kom kijken, kom dan. Ja, nu kan je even, kom dan, kom dan. Nee, geen zin in. Nee, maar nou ja, daar komt het hoofd aan. Hij is heel mooi. En dan komt hij weer te staan. En vanavond eventjes helemaal schoonmaken, alles. Bakjes, bakjes, die bakje, bakje, bakje. Even de printen goed schoon, de ramen, wat ik al zei. En dan
kan het weer met nieuwe bed erin. Lekker weer schoon in de kamer. Ja. Ik ga straks nog even dweilen. Stofzuiger dweilen. Is dat gedaan weer? Vanavond weer. Is het schoon. Ja. Zo, nou, de slaapkamer is helemaal stofvrij bijna. Roderick gaat nu stofzuigen. En daarna ga ik lekker dweilen. Ja, nou niet lekker, maar het moet gewoon even weer gedweild worden. En dan is het lekker uitzien dat het gewoon verwacht wordt, dan word ik opgehaald. Ja, gezellig. En dan is met de auto naar de Megastores. Daar ophalen bij Haco. En ik word niet gesponsord. Nope. Dus ja, wordt leuk. Jij kan het dat er tussenuit halen, hè? Poppie. Je kan die plaatjes achter helemaal, kan je er tussenuit halen nog even. En die andere lange plaat ook. Ja, nou, toen was het alweer 6 uur in de avond. We liggen even allebei lekker op de bank. Even uit de puffel. Kijk, daar ligt Ro. Hoi. Hoi. Alles goed? Nee, ja. Waarom niet? Nee, dat moet. Ja, want daar ligt Leti. En die andere twee die liggen ergens achter. Zo, ik vind het prima. Met blauwe, bruin ook, die ligt precies. Kijk daar. Die andere die ligt in het huisje. Ja, en ik heb hier wat achter. Is leuk, ook handig. Dus ja, even bijkomen over een uur. Dan anderhalf uur wat ik opgehaald voor het bed. Spannend. Nou, het bed is er. Er wordt nu ook door ons uitgepakt. Ro, help eens even. Handig. Alleen de onderkant weet ik nog niet wat het is. Hij is wel mooi hoor. Dit is de onderkant. Ja, dat zie ik al gelijk.
Ja, pootjes heb ik. Ja, helemaal correct. Nou, dit is mijn nieuwe bed. Alleen nou nog de achterkant. Yay! Alleen nog de achterkant. En die komt dus nu naar binnen gesleept. Ja, nou, dan gaan we dat even doen. Zo, dit wordt dus een afslag daar naartoe en dat wordt weer een afslag hier waarschijnlijk. Ja. Nou, dit is dus ons nieuw bed. Er behoren eigenlijk oren aan. Maar die hebben we er nou niet aan. En dat laten we ook zo, want anders moet ik dat bakje weghalen. En Bart dat bakje. En het moet nog even beter opgemaakt worden. Nou, hier stond dus altijd een bak. Die is pleiten. Dan ga ik dus nu naar de andere kamer. Ja. Dit is onveranderd gebleven. 1, 2, 3. Tada! Hier zit dus de topdekmatras in. Daar stond gisteren een hele grote bokspring. Dit is de bokspring, dat is niet eens een matras dit. Dit is een matras en dat is een matras. En dit is gewoon een bokspring met pootjes. Ja. Ho. Dan. Dit was helemaal vol. Heb ik ook helemaal opgeruimd. Heb ik ook een hoop dingen weggegooid. Dat stond helemaal vol. Heb ik veranderd. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is ook weer helemaal veranderd. Dan. Heb ik dit helemaal veranderd? Hier stond de naaimachine en andere dingen. Naaimachine draad gaat helemaal door. Reuzenkleding, voedingskussen. Dat ligt af en toe nog lekker. Vind ik lekker. Daar heb ik allemaal kleden. Hier heb ik rozenkleding. Daar zit mijn kleding. Daar heb ik niks aan gedaan. Oh. Dat hoeft niet kapot vanzelf. Ook geen zin in dat het kapot gaat. Zo. Dan. Haal ik deze even weg. Want we hebben ook... Hé jongens. Morgen gaan we de bakken weer even schoonmaken. Wil je het zeggen dan? Hé. Hey. Ga je het zeggen dan? Ga je het zeggen? Mooi. Dit kastje was helemaal vol. Tot en ook te vol. Is leeg. Dit moet nog even veranderen, maar het is wel leeg. Ja. En dan gaan we morgen. Ei, wat denk je? Ik ga hier kijken. Ja, prima. Dan gaan we morgen sowieso hier weer verder. Dit wordt uitgezocht. Dat mag rood doen, sowieso. Dat wordt even weer uitgezocht. Nou. Beddengoed wordt even uitgezocht van dat daar. Nou, dan even dit even mooi opmaken. Etcetera. Dat nog eventjes opruimen. Dat gaat er naar de kelder. Als alles klaar is, gaat die ook naar de kelder. Dit blijft gewoon hier. Dat wordt nog even uitgezocht. Dus ja. Ja. Zo. En wat moet jij? Nee, jij gaat terug. Jij gaat terug, kom. Naar de woonkamer. Goed zo. Nou, dat was hem. Eigenlijk even een korte rondleiding. Dat is er ook om uit. Die tas gaat naar de kledingbak. Die grijze tas, die is van Rodi, neemt mee. Dat is voor zijn moeder.
Ja, hou mij maar in de gaten. Dat is ook prima. Echt dik hoor geworden. Boei, boeis. Nou, doe eens rustig, joh. Wat vind jij zo fijn aan deze winkel? Ja, maar en wat nog meer? Wat je wilt, en tegen stofprijs. Oh, oké. Okay. Nee, maar ik doe dit eventjes voor mama. Ja. Dus. Voor mama. Ja, eventjes. Wat zijn er? Dag mam. Toiletpapier is hem achterin. Helemaal daar. Maar jij wou dubbelfris, toch? Ananas. Litjes, schat, hier. Litjes. 69 cent. Nee, eeuw. Eeuw. Ben je niet goed of zo? Nee, en dat dacht ik al. Ah, Ranja. Ja, Ranja. Yes, Ranja. Ranja, ik moet Ranja hebben. Ik kan het even achter. Ranja. Neem gewoon zo'n hele pakket mee. Gelijk even genoeg. Neem ik een lekker tweede van mee. Kijk. Fruitmix, vitamine C. Kijk. Moppie, kun je even helpen? Ik wil hiervan twee hebben, graag. Ja. Ik ben namelijk af voor mama aan het filmen. Nee, deze. Gewoon, ja. En zo'n tray hebben. Heb ik voorlopig genoeg. Dat is, ja. Top, dankjewel. Heb ik voorlopig even genoeg drinken? Ik ben een beetje slim deze, hè. Slim inkopen heet dat. Kijk, want dat zou ik niet bij de hoogliter zo doen. Dan krijg je gelijk op je flikker. Wat te drinken. Doe ik ook even een pakje van. En dubbel fris. Wil ik ook wel eens even proeven deze. Sinaasappel mandarijn met appel. Doe ik wel even twee van. Lekker. Waarom ook niet, hè? Ritjes. M&M's. Yes. Die zijn wel lekker hoor, moet ik zeggen. Die zijn lekker. Ja, precies. Ideaal, toch? Die hier. En die blauwe. Ik zou zeggen doen. Ja, nou, man, kijk. Deze. Het is nou 1,39, schat. Okay. Het was eerst 99 cent. Nee. Ben je niet goed? Kijk, mam. Toiletpapier. Zou die popjes, dat wil schat.
Moet je die bovenste pakken? Hè? Huh? Nee, dit is totaal niet genoeg. Daar hebben we nog meer kapot. Ja, ja, erg handig dit. Grote granalen, ongepeld. Huff. 4,5. Bijna 4,5 liter. 4,4 liter. Nou, dit is dus eigenlijk de winkelman, dit. Ja, alles is spotgoedkoop. Nee, Leni. Ja, ga er lekker voorlangs lopen. Dankjewel. Leni, nee. Jij hebt gehad. Ja, een hele goede middag allemaal. Ja, het is vandaag zaterdag 25 april. Het is bijna 1 uur. Roderick is er ook. Kijk, daar is hij al. En de zusjes, die ene. Dat zijn de twee zusjes en dat is een lady. De katten die... Laat eens zien wat je nou deed. Nee. Ja, dat, en dat zie ik net niet. Dan moet je even... Nee. Zou ik even wil? Nee, maar wij gaan even. Nee, die. Ja, kan het niet. Maar ik heb weer een pakketje besteld. En dat is dus van actievehonden.com en van Ruffwer. En bij de Kouhoek 12-27-41 PX. Oh, wat een zweep. Dus ik ga die even uitpakken, want dat is een mooie tuig. Voor me dan die daar, want die wil ook nog eens trekken. Zij dus niet meer, want haar tuig is er heeft al om. Dus heel veel kijkplezier. Zo, ik heb hier een hele dodelijke schaar. Kijk. Doe je duimpje omhoog als je kijkt. Nee. Niet haar knippen hoor. Nee, kijk. Wil niet? Nou, zeg. Goed, vaste plak. Goeie plakband. Actievehonden.com. Actievehonden.com. Ja. Ja, zometeen. Mevrouw Zeur, hè? Ja. Maar dat merk ik wel eens sinds dat je zus hier is, ben je veel meer aan het piepen. Hoe hebben ze dit dan? Zeg dat dan gelijk. Want dat jouw zus hier nog niet is, piepte jij niet zoveel. Een hele mooie vogeltje. Met zomerparka's, zomerparka's en dames, zomerjack. Kijk, met allemaal weer leuke vakjes. Ideaal. Oké. En ook allemaal leuke tuigen en gordels, heupgordels.
Maar dan wil ik ook nog eens een keertje deze test bekijken voor een betere, want die heb ik hier. Maar dat laat ik je zo meteen zien. En trainingsdingen. Maar, heb ik hier, is echt gaaf even. Dat is mooi oranje. Koningsgezind. Ja. Ja, die is voor jou. Ja. Kwispel, kwispel. Kwispel, kwispel. Oh. Die is voor jou. Ja. Wil je passen? Mag hoor. Ik heb hem gelijk aanhouden. Kom eens hier. Oh, wauw. Echt goed uitgekozen. Kom eens hier. Als je nou even recht gaat staan. Zo. Nee, ik moet nog even een beetje bijstellen. Even kijken, dame, hoe dat. Even koekeloeren. Ja. Zo, rustig. Ik doe niks. Nee, mevrouw Piep. Mevrouw Piepstra. Hoor je het? Mm-hmm. Ja. Kom hier. Dus dan wel weer gelijk een nieuwe. Kijk, ik kan een hand erin doen. Mm-hmm. En ik kan hier een hand, dus dat is goed. Mm-hmm. Kijk eens hier! Wat ben jij mooi! Wat ben jij mooi! Mooi tuigje! Ben je er blij mee? Veel stil. Tot ze ermee gaat lopen. Ben je er blij mee? Wispel, kwispel. Morgen gaan we lopen. Bam! Maar oké, mag je. Mooi! We gaan lopen. Mooi, wauw. Ja, we gaan lopen. Ja, ik heb het al gezegd. Ja. Je hebt er niet meer gezeten, maar het gelopen. Ja, we gaan lopen.